Zomersbrugske is de nieuwe naam voor de wandelbrug bij het watervalletje in Geulen. Alle asielzoekers in de Polvermolen zijn naar elders vertrokken. En kijk naar kunst aan de Geul. Welkom bij TV Valkenburg vandaag. Het watervalletje in Geulum heeft het kernoverleg Houtum dinsdag 23 augustus een naambordje onthuld bij de nieuwe aangelegde brug die de naam Somersbrugske heeft gekregen. Het dankt zijn naam aan de blokbrekersfamilie Somers die tot 1934 bij de Geulbrug aan de Molentak heeft gewoond. De nieuwe Geulbrug vormt een schakel in het wandelroutenetwerk Buitengoed Geul en Maas. Met deze brug wordt tegemoetgekomen aan de wens van wandelaars in het natuurgebied Ingendaal. De eerste stappen voor het realiseren ervan werden in 2017 gezet door het kernoverleg Houtum. 5 jaar later zijn een struinpad en de wandelbrug gerealiseerd. Op de dag van de onthulling waren niet alleen vertegenwoordigers van het kernoverleg en de gemeente, maar ook van de provincie en het aannemersbedrijf aanwezig. De leden van het kernoverleg hebben het project zelfstandig uitgewerkt en uitgevoerd. De financiële dekking is gerealiseerd door bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul, de eigenaar van Berghotel VU in Geulum, het Limburgs Landschap en het kernoverleg. Maandagochtend 22 augustus vertrokken 50 asielzoekers vanuit de noodopvang in de Polvermolen naar elders in het land. Je gaat ook met bus mee. Okay. Eén groep wordt naar de opvangplek in Heerlen gebracht. Ze worden door de vrijwilligers die bijna 2 weken voor hen gezorgd hebben uitgezwaaid. In de vroege ochtend zijn al 2 taxibusjes naar het noorden van het land vertrokken. Morgen, dinsdag 23 augustus, vertrekken de overige asielzoekers. Na dinsdag wordt de Polvermolen weer in gereedheid gebracht voor de verenigingen en andere gebruikers die hun locatie tijdelijk hebben verlaten. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. Activiteit of nieuwstip te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv.